Gelijkwaardigheid gaat eigenlijk over twee dingen. Het gaat over de manier waarop we met elkaar samenwerken, waarin we vooral met elkaar spreken en niet over elkaar. Maar het gaat zeker ook over dat financiële onderdeel. En we hebben dan ook geld vrijgemaakt om te zorgen dat we aan de slag kunnen om de problematiek rondom armoede of het laag zijn van uitkeringen, het laag zijn van minimumloon ook echt aan te pakken. En daar willen we niet alleen maar kijken naar het thema van hoeveel geld zou er dan bij moeten, maar ook kijken wat we kunnen doen om bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud te verlagen. Denk aan de energiekosten, water, dat soort onderwerpen. En eigenlijk hebben we in het hele kabinet, voordat ik hier naartoe kwam, ook gesproken over dat onderwerp. Dus hoe kunnen we de problematiek van mensen die eigenlijk gewoon niet kunnen rondkomen, ook al zijn ze misschien aan het werk of hebben ze een uitkering, oppakken. Niet alleen door te zorgen dat ze wellicht een hoger of beter salaris krijgen, maar zeker ook door te werken aan het verlagen van de kosten van levensonderhoud.